auto is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uitgebrand. Dat gebeurde bij een brand op de Koopvaardijweg op het industrieterrein in Nijmegen. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. De brand werd rond 2:30 ontdekt. Naast de brandende auto stond een trailer met marktkramen die ook vlam heeft gevat. De brandweer had het vuur snel onder controle. De planken voor de marktkramen zijn flink beschadigd geraakt. De auto moet als verloren worden beschouwd. De politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting.